Het zal je maar gebeuren. Ben je aan het zagen en breken en dan doe je in één keer een verrassende ontdekking. Maar tijdens het verbouwen van de slaapkamers haal ik een kap weg waar eigenlijk rolluiken hoorden te zitten. En ik zie blikken. Ja, ik zag gelijk heel veel asperges en boontjes. En verder kwamen we ook nog havermout tegen. Tja, en natuurlijk wil je weten of het nog zou smaken. Nee, ik heb het niet geproefd. Het was, het ruikt echt heel vies. Mijn dochter zei naar kaasstengels. Maar dat vond ik eigenlijk nog wel beter dan hoe het daadwerkelijk ruikt. Dus het ruikt echt naar een beetje vieze kaas. In en rond Nijmegen is in de Tweede Wereldoorlog heftig gevochten. Deze vondst heeft daarom historische waarde. Rutger en Jessica hebben alles gedoneerd aan het Bevrijdingsmuseum. Directeur Wil Lenders is dolblij met de ongeveer 100 conserveblikken, al zijn een flink aantal behoorlijk verroest. Die worden allemaal onderzocht en in ieder geval worden ze ook ingepakt om te voorkomen dat straks de groentesappen tussen de andere objecten zitten. Het Nationaal Bevrijdingsmuseum wil over anderhalve week op 15 december al een aantal blikken tentoonstellen.